mensen, vandaag is het heel leuk om te kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Pinan Knol en ik zit hier samen met DHD Livestreamer, oftewel Toastman Games, Emre. En Ik ben hier samen met K, ik ben een meeuw, oftewel Game Meneer, oftewel Don, oftewel Babyhoofdje, oftewel... Ja, hoeveel AKA's heb je trouwens? Wij gaan in ieder geval donkere verhalen doen, oftewel Black Stories. En dat is fucking gruwelijk, want wij krijgen zometeen van een raadselachtige man achter de camera met een geheime stem, krijgen wij een raadsel te horen en die moeten wij oplossen. Leg uit, man achter de camera... Wat gaan we doen? Wat is het verhaal? Wat moeten we oplossen? Dit raadsel heet de sauna. In de sauna lag naast een dode man een thermosfles. Wat is er gebeurd? Het lijkt me sowieso niet handig om in een sauna te gaan zitten met een thermosfles. Waarom? Wat gebeurt er dan? Een thermosfles is iets om iets warm te houden, terwijl het in de sauna al warm is. Dat maakt het misschien extra raar. Vraag het. Is het raar? Oké, dus nog één keer. Hij was in de sauna en hij had een... Hij lag in de sauna, dood. En naast hem lag een thermosfles. Oké. Was het een ongeval? Nee. Was het zelfmoord? Nee. Was het moord? Ja. Er zat er volgens mij iets giftigs in die thermosfles. Zat er iemand in die thermosfles? Er zat niemand in een thermosfles. Ja, je weet me nooit, man. Misschien niet. Was de inhoud... van de thermosfles vergiftigd? Nee. Zat er iets in de thermosfles op het moment... Nee, nadat hij dood was? Nee. Zat er iets in de thermosfles voordat hij dood was? Ja. Is de inhoud opgedronken? Nee. Is de thermosfles nog intact? Ja. Was het zijn thermosfles? Nee. Thermo of thermos? Thermosfles. Ja, dat dacht ik ook al. Ja, thermosfles, oké. Okay. Want de thermosfles neem je normaal mee op vakantie. Of gewoon onderweg ergens heen, doe je koffie en zo, hou je het warm, weet je wel. Ja. Dus hij ging op vakantie. Ging hij op vakantie? Nee. Was het zijn eigen sauna? Nee, dat denk ik niet. Was het een mobiele sauna? Nee. Ging hij zelf vrijwillig de sauna in? Ja. Hij ging vrijwillig de sauna in? Ja. Was er bloed in het spel? Nee, tenminste, nou, wel nadat hij vermoord was, maar niet daarvoor. Is hij vermoord met de thermosfles? Nee. Heeft dat ding er überhaupt iets mee te maken? Jazeker. Is hij gevallen in de sauna? Nee, want het was geen ongeval. Nee. Nee, maar hij kan toch gevallen zijn en daarna... Ah, je bent bijna dood. Oh ja. Heeft iemand anders de inhoud van de thermosfles geforceerd bij het slachtoffer? Ja. Nou, zie je, het klopt wel. Wat? Maar het was Nederlands. Dus iemand heeft hem neergelegd, zeg maar? Nee, iemand heeft, zeg maar, de inhoud, zeg maar, geforceerd zo naar binnen gegoten in het kaakje. Oh, sorry. En zo, Don is het volgens mij, man. Ik ben kan het echt goed. Hadden ze water in een thermosfles gedaan, waardoor de temperatuur toenam en dat er mokerheet water over hem heen is gegooid? Nee. Je probeert hem al meteen op te lossen. We moeten denk ik meer vragen stellen. Zat er ijskoud water in de thermosfles? Nee. Is de thermosfles nog dicht? Nee. Zat er überhaupt water in de thermosfles? Nee. Hij is niet vergiftigd? Nee. Lijkt me best wel handig om te weten wat erin zit. Want bijvoorbeeld als zat er iets kouds in, kon die lichaamstemperatuur en sloeg het op. Was hij alleen in die sauna? Ja. Ook op het moment van doodgaan? Nee. Hij is vermoord door één persoon? Ja. En gebruikt een geforceerde thermosfles? Geforceerd. Dus hij heeft eigenlijk al gewoon, oké, maar waarom zou hij dat doen als wraak of zo? Is de beweegredenen waarom hij is vermoord belangrijk voor Nee. Is hij zomaar vermoord? Nee, ook niet belangrijk. Is hij met de inhoud van de thermosfles... om het leven gebracht. Ja. Dus dan is hij niet mee gesmekt. Dat is wel een goeie. Er is iets, er zat iets in waardoor die man is dood gegaan. Iets in de thermosfles? Ja. Ja. Maar er was geen gif? Nee. Nee. Heeft die man hem erin geluisterd om iets te drinken uit die thermosfles? Nee. Dronk hij überhaupt uit dat ding? Nee. Had die andere man een masker op? Niet belangrijk. Was die moordenaar familie dan? Niet belangrijk. Hoe? Het gaat om hoe. Ja, hoe? We weten al veel. We weten over die thermosfles. Ja, wat dat heet van. Is er iets in? Waardoor die dood is gegaan? Ja. Wat lach je? Nee, ik zit gewoon even te... recap, dat is een goeie. Ja. Verder. Nee, ik ga nou niet meer verder, want jullie lachen alleen maar. Hij begon te lachen. Nee, nee. Zat er een hete vloeistof in de thermosfles? Nee. Zat er een droge stof in? Nee. Chemische stof? Nee. Zat er überhaupt een vloeistof in de thermosfles? Nee. Zat er een gas in? Nee. Zat er zand in? Nee. Iets levens? Nee. Een solide? Zat er een solide in? Juist. Wat is een solide? Nee, je hebt zeg maar... vast is. Ja.
vast. Je hebt gas, je hebt vloeistof en je hebt solide. Oké, en wat is het? Je hebt water, je hebt gas en je hebt ijs. Wat is bijvoorbeeld solide? Ijs. Solide? Ijs. Dit is ook solide. Ja. Dus dit doe je in de thermos. En al laat je scheet, dat is een gas. Speeksel is bijvoorbeeld vloeistof. Yes. Oh, oké, gotcha. Dat is niet voor mij hoor, dat is voor de kijkers. Ja, nee, maar let op tijdens. Dus iets vast zat erin. Iets solide. Dus is hij gestikt? Nee. Hij heeft het wel gedronken? Nee. Het is over hem heen gegoten? Nee. Zat er iets scherps? Er viel niks te gieten. Die conclusie hadden we net al getrokken. Oh, zat er iets scherps in de thermosfles? Ja. Zat er glas? Nee. Een mes bijvoorbeeld? Nee. Maar wel iets scherps. Dus door die scherpe voorwerpen in de thermosfles is hij van binnen eigenlijk helemaal open gesneden. Hij is doodgemaakt met iets scherps. Bro, we moeten even denken. Hij zit in een sauna. Die persoon die hem kwam omleggen moest iets verzinnen waardoor hij dat ding, dat voorwerp, dezelfde staat van dat voorwerpje ook in de sauna kon gebruiken zonder dat daarmee iets gebeurde door de hitte daarvan. Daarom bracht hij een thermosfles mee. Mm-hmm. Dat is de thermosfles, ja, ik snap je. Die behoudt de temperatuur van waar jij dat dicht doet of zo, weet ik veel. Maar dus wat, iets had hij wat gewoon precies in dezelfde staat. Ja, maar het moest iets scherp zijn. Ja, misschien een scherp mes van ijs. Was het een mes van ijs? Was het een ijspegel? De man werd met een ijspegel vermoord. Zijn moordenaar had de ijspegel in een thermosfles meegenomen de sauna in. De ijspegel was kort daarop gesmolten. Het moordwapen werd daardoor nooit gevonden. Gefeliciteerd, raadsel opgelost. Nice. Jij moet stoppen met shit raden. Sorry, man. Echt, het is wel de derde raadsel achter elkaar dat je raadt, man. Ik dacht gewoon eventjes, weet je. Nee, dope, man. Ijspegel, jezus. Die was vet, hoor.